Minister Albert Ramdin reist naar Guyana voor het jaarlijkse overleg van het Strategic Dialogue and Cooperation Platform om de bilaterale samenwerking te versterken. Onderwerpen zijn visvergunningen, grenskwesties, energie en investeringen, evenals regionale vraagstukken. De delegatie zal gesprekken voeren met de Guyana Business Chamber en vicepresident Barat Jagdeel over gasontwikkeling en duurzame energie. Minister Stephen McAndrew bezocht op Marondag het meisjesinternaat Balingsula in Wanica om de leefomstandigheden ter plaatse te beoordelen. Het internaat jongeren vangt jongeren uit het binnenland, maar kampt met problemen zoals beperkte faciliteiten. De minister beloofde zich in te zetten voor verbetering en de situatie te bespreken met collega-ministers. Daarnaast zullen de jongeren deelnemen aan een project om hun persoonlijke groei te ondersteunen. Politiefunctionarissen van Regio West voltooiden op 10 oktober 2024 met succes de training Buurtmanager. Ter afsluiting ontvingen zij bromfietsen, laptops, mobiele telefoons en t-shirts als ondersteuning bij hun nieuwe taken. Deze initiatieven bevorderen de politie hun aanwezigheid in de wijken en versterken de samenwerking met de gemeenschap. Het Korps Politie Suriname feliciteert de nieuwe buurtmanagers en wenst hen veel succes.